de nieuwste van Berre, Better Off Alone. Goedemiddag. Barballetjes. Wie alles graag een kijkje neemt achter de schermen in de wereld van kunstenaars en creatievelingen. Alexander Ballen. Die moet op 15 en 16 oktober, die moet dat met een groot uitroepteken en een groot kruis aanduiden in zijn agenda. Want dan is het hier weer Buren bij Kunstenaars met meer dan 250 mensen uit Zuidwest-Vlaanderen die hun atelier opengooien of deelnemen aan een groepstentoonstelling. En een van die mensen is Margot de Meulemeester. Goedemiddag Margot, welkom. Hallo. Hey. Tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars is er heel wat te doen. Op heel veel verschillende plekken ook, want er zijn 13 steden en gemeenten die meedoen. Ik veronderstel dat we jou hier ergens in Kortrijk gaan zien. Ja, ja, en bij mij thuis in mijn appartement, in de Hendrik Beaertstraat nummer 2. Daar zal Michel Drey in tentoonstellen en breng ik samen met mijn vriendin nog poëzie en spoken word. Oké, en schilderijen... Wat zijn de thema's in schilderijen of waar gaat het over? Ik schilder vooral in een, moet ik zeggen, gewoon meer abstracte stijl, meer expressionisme. Waarbij ik vooral met kleuren en compositie een bepaalde ervaring, emotie naar voren probeer te brengen. Maar ook gewoon iets gebaseerd op wat ik heb gezien, dat ik gewoon mooi vind qua kleur en combinatie. Het is niet altijd met een per se therapeutische betekenis. Ja, dus dat doe je alleen, dat is jouw eigen project. En dan doe je ook nog iets samen. Vertel daar eens wat meer over. Over de poëzie en de spoken word? Ja, dat is eigenlijk... ik doe nu voor de derde keer al mee aan de Buren bij Kunstenaars. Samen met Isolde Tak. Isolde Tak schrijft ook poëzie. En ja, eigenlijk proberen we een soort van symbiose te vinden waarbij ik mijn schilderijen breng en Isolde dan aanvult met haar poëzie om er meer een totaalbeleving van te maken voor de bezoeker. Maar dit jaar zal ik ook samen met Carola zelf ook al zelfgeschreven teksten brengen waarbij Carola eigenlijk de muziek maakt, ik is de producer, waarop ik dan mijn teksten breng voor het publiek. Oké, het is de derde keer dat je meedoet. Ja. Het is ook de derde editie die zo wat georganiseerd wordt in die vorm. Hoe heb je de vorige edities al ervaren? Hoe was dat? Eigenlijk goed. Ja, echt. Je hebt natuurlijk al momentjes dat je daar... Ja, het is tussen 10 en 12 en dan tussen 2 en 6. Ja. Zo om 10 uur start het, maar dan heb je niet zo direct al iemand die binnenkomt. En dan zit je daar zo, wat is nu hapjes en zo'n koffietje en zo'n beetje napraten. Maar dan, op het moment dat er zo mensen binnenkomen, is dat wel leuk. Want ze zijn volledig vreemde mensen voor u. Ja. Die op wandel zijn, een beetje route hebben uitgestippeld. En die oprecht geïnteresseerd zijn in wat jij doet en uw kunst. En dat is wel leuk, want je hebt het gevoel dat... Ja, als amateurkunstenaar denk je soms van, goh, ja, ik ben hier maar een beetje aan het schilderen. Ja, je voelde dus wel dat het publiek zowat nood had aan zo'n project, aan zoiets, dat zoiets georganiseerd werd, maar om eens te kunnen komen rondkijken. Hij maakt het eigenlijk op die manier wel laagdrempelig. Hij heeft sowieso voor de kunstenaar zelf een platform om een keer naar buiten te komen met het werk. Maar dan heb je ook nog voor de toeschouwer zelf, die kan zeggen van ja, we gaan niet direct een keer een expositie gaan bekijken in een oud smak, maar zo in je eigen Kortrijkse buurt, ik ga een keer passeren in dat atelier of dat ik wel een keer kijken, want dat die persoon daar deed. En dat is wel tof, ja. Ja, en kan je wat je nu gaat tonen en wat je nu gaat doen, dus binnen 2 weken, kan je dat wat vergelijken met de vorige edities of is het totaal iets nieuws of... Nee, het is eigenlijk compleet hetzelfde principe, buiten het feit dat ik het nu ook meer wat spoken word breng. Maar het zijn eigenlijk dezelfde grotendeels dezelfde schilderijen die ik ook opnieuw toon. Dus de mensen kennen ondertussen wel een beetje het verhaal erachter. Meestal neem ik dan de mensen mee in een kleine rondleiding om uit te leggen van waar het ontstaan is, schilderij. Dus, het is leuk. En wat verwacht je ervan? Verwacht je dat er veel volk zal komen? Ik denk van wel, omdat ook wel elk jaar wordt dat natuurlijk wel iets gekender, Buren bij Kunstenaars. Klopt. En ik denk dat meer mensen het beginnen te zien als een leuk uitstapje waarbij je effectief eens een route uitstippelt om langs daar een keer te wandelen of te fietsen. Het wordt ook gewoon een leuke uitstap, zeg maar. Ja, dat is waar. En ik weet niet of je het programma al eens zo volledig bekeken hebt, maar welke andere kunstenaars zou je graag... Zeker eens zien dat weekend. Dat ik zelf eens kan passeren. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk. Dat is moeilijk als je er natuurlijk zelf zit. Ja, Isolde en ik zijn dat ook de vorige keer. Eigenlijk is dat iets superleuk, wat wij zelf ook willen doen. Maar het is natuurlijk wel een beetje de bedoeling dat je ter plaatse blijft. Ja. Dan dachten we, misschien kunnen we een keer elkaar afwisselen. Maar dat is ook wel jammer dat die ene persoon dan alleen daarachter blijft. Dus ik denk dat misschien toch een keer volgend jaar een jaartje zullen skippen dan. Of zeggen van, oké, alleen maar in de namiddag en de voormiddag gaan we even de deuren toe om zelf eens te gaan kijken bij andere kunstenaars. Ja.
Maar stel dat het dit jaar bijvoorbeeld zou kunnen. Ja. Wie van op dat hele grote en uitgebreide programma zou je graag eens zien? Goh, wel, dat is een beetje het ding. Ik heb nog niet echt tot in de diepte gekeken wie er allemaal deelneemt. Maar ik vind het gewoon wel interessant om ook lokale kunstenaars bezig te zien. Ik zou waarschijnlijk een keer kijken naar iemand met een bepaalde ambacht. Dat vind ik wel leuk. Iemand die zo echt sculpturen maakt. Ja, of die... want die zijn er inderdaad ook. Ja, hé, voilà, ik zou wel leuk vinden om een keer iets te bekijken dat buiten de schilderkunst staat. Of buiten... ja, I don't know. Maar zo'n speciale ambacht, dat is ook wel een keer willen zien hoe dat in zijn werk gaat. Oké, dat is goed. Maar dit jaar zullen mensen vooral naar jou komen kijken. Want Buren bij Kunstenaar, dat is er in het weekend van 15 en 16 oktober. En dat is telkens tussen 10 en 12 en tussen 2 en 6. Margot, super dikke merci om even langs te komen hier in de studio. Ja, om er even over te vertellen. En geniet nog van je weekend en geniet ook van de Buren bij Kunstenaar. Dankjewel. En harde. Dankjewel nog eens om te passeren. Misschien kom ik ook wel even langs, want op zaterdag zit ik hier toch. Dan kom ik misschien wel even piepen. Dan gaan wij ondertussen verder met de show, want we moeten hier nog 13 minuten vullen. En dat gaan we nu doen met Rema. I know